Hallo allemaal, welkom. En ik ga wederom op een kaartje werken. En ik heb als thema deze week gekozen voor Black. En toen dacht ik meteen eigenlijk aan India inkt, want die is natuurlijk heel zwart. En daar kun je hele leuke effecten mee maken. Dus we gaan snel aan de slag. Ik ga werken op boekpapier en dat ga ik op mijn kaart aanbrengen. Met gel medium. Oeps, dat is waarschijnlijk een beetje veel. Goed de randjes meenemen, anders laat hij ze meteen los. Zo. Goed. En dan ga ik hem even uitknippen. Zo, en nu ga ik een laagje binder aanbrengen. Dat zorgt ervoor dat het boekpapier goed beschermd is. En dat de inkt niet zo meteen in de kaart trekt. Ik kan het een beetje schoon. Een binder is lekker dun. Ik heb niet zo'n dikke laag aan te brengen. Glans wel een beetje, dus als je dat niet mooi vindt, dan kun je beter gel medium gebruiken, een matte. En dan eventueel verdunnen met water. En even goed verdelen. En goed ook de randjes, anders heb ik zo meteen zwarte randjes. Zo. En dan kan die drogen. Nou, ik heb even gewacht en hij is droog, omdat hij zo mooi glimmend van. En nu had ik bedacht om er een hele laag India inkt op te zetten. En het dan weer de letter B eruit te halen. Dus ik ben benieuwd. We beginnen eerst met een laagje India inkt. Kijken of dat past. Gaat net. Een dikke laag. Dat die mooi egaal zwart wordt. Dat kan weer eventjes drogen. Nou, hij is bijna droog. Een mooi glanslaagje op. Die is hier nog een beetje nat, volgens mij. Maar goed, ik heb een oplossing gemaakt van half water, half alcohol. En alcohol zal die inkt weer oplossen. Dus ik ga nu een poging doen om met de kwast een letter B te schrijven.
En als je schuin over het papier kijkt, dan kun je ook goed zien dat die... even kijken. Zie, dus dan kun je nog wat corrigeren als je wil. Dat is best goed te zien. Ja. Je kunt er steeds laag over laag doen, alleen die alcohol gaat alleen een beetje uitlopen, dus een beetje voorzichtig. Je kunt dus wel echt elke keer weer een stukje meer doen. Ja, dat is wel een leuk effect. Ik vind het hoeft voor mij ook niet helemaal weg. Dit geeft dus zo'n beetje zo'n oud effect. Ik kan proberen. Kijken wat het doet als ik... Dan plakt het. Misschien is het ook wel leuk voor de rest van de... Even kijken wat het... Nee, dat doet niet zoveel. Misschien moet ik wat langer wachten. Oeh, niet te hard wrijven. Oh, dat vind ik wel grappig. En een beetje aan de andere kant. Nou, dit is hem geworden. De letter B. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Dan kun je een beetje zien wat het effect is. Lijkt wel een beetje een krakelee-idee. Het ziet er in ieder geval uit alsof het heel erg oud is. En dat vind ik altijd wel een leuke techniek om toe te passen in mijn mixed media werk. Ja, erg leuk effect. Je zou er nog met een witte pen of met een goudpen in kunnen werken. Om nog wat meer details of figuren in aan te brengen. Maar ik ga hem zo laten.